dan ook toen toegeschreven. Ja. Maar dat was gestoeld al op Hans Hogevorst. Niet op Hugo de Jonge. Ah, oké. Okay. Maar ik las volgens mij dat Hugo zich ook met zijn kinderen niet liet vaccineren. Ja, maar dat heeft hij nooit gezegd. Oh, heeft hij nooit gezegd? Okay. Ja. Oh, jammer. Dan blijven we erover nadenken. Nee, maar het is wel een bijzonder hoe je soms speelt met de rol van je eigen kinderen. Ik was een keer, zag je dat Mark Kaptein, de directeur van Pfizer, die op het begin best wel veel naar voren gestapt is om te praten over de injectie die zij ontwikkeld hebben. En toen zei hij bij op één, ik zou zelfs mijn dochter laten injecteren ermee. En ik dacht, als ik naar hem keek, nou, voor mij is hij echt niet veel ouder dan dat ik ben. Dus ik een beetje googelen om te kijken van waar zijn kinderen waren. Wat was de bijsluiter naar buiten gekomen? Dat je kinderen onder de 16 nog niet moet laten vaccineren. Dus er was opeens een webinar en ik had me daarvoor ingeschreven. Dus ik had hem een vraag gesteld en mijn vraag werd als eerste uitgepikt. En ik had gevraagd, hoe zit het dan met jouw kinderen? Je zei dat je je dochter zou laten vaccineren. Maar zijn je kinderen wel ouder dan 16? Toen zei hij echt, ik heb het ook een keer gedeeld. Ja, dat was eigenlijk een foutje. Ik bedoelde eigenlijk mijn ouders. Maar alle krantenkoppen in Nederland, je kan terugvinden op de Telegraaf, die kopt allemaal, Mark Kaptein, ik laat zelfs mijn dochters vaccineren. Ja, dat is natuurlijk een list geweest om iedereen maar te laten vertrouwen te laten hebben in die injectie. En dan gaat hij later in zo'n podcast of in zo'n webinar, zegt hij dan tegen mij, ja, ik bedoelde eigenlijk mijn ouders. Het is echt huigelachtigheid ten top. Maar ik vind het ook wel weer teken.